Jerry, je hebt ook een enkele camera bij. Bijvoorbeeld ook vanmorgen bij de slalomwedstrijd. Op lijn opstellen, daar gaat het om. Wachten op het groen licht en dan zo snel als je kan zorgen dat je naar de overkant komt. En als je hier op het bord wilt kunnen meekijken, dit is baan 1. Links van mij. Baan 2 uiteraard naar de overkant. Twee gespannen gezichten. Wacht even tot de heren van onze organisatie aan de baan op veilige afstand zitten, want we willen hier geen brokken maken. Eens kijken welke richttijden we kunnen zetten door beide kandidaten die hier vandaag gaan komen. Een hoop deelnemers is vandaag aan de start uit het binnen- en buitenland. Dames en heren uit België, Duitsland, uit Engeland. En links zijn we uitstekend Het is baan 2 die een tijd van 10.07 noteert. En ja, wat doet de eerste baan dan te komen? Dus kunnen we deze technische probleempjes die we in het begin hebben wel straks verbeteren. Hoppakee, de aanval komt niet, dat is bijzonder snel. Ik heb er bij gekomen, het is al moeilijk zijn. Hij is er nu op. 13.28 voor baan 2. 11.03 voor baan 1, dat moet niet. Ik denk dat het een pikstartje was, maar of het helemaal over was. Komt u weer, Jan? 08. Ik ga echt vooruit kijken nu. Ja. 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 Goed, dames en heren, we zijn klaar voor de volgende deelnemers. Links met de start nummer 52 en Ed Wetsing en de station die te koop is. Dat we eerder gescoord. Ongetwijfeld gaan we straks nog weer snellere tijden krijgen. Zeker als we in die kruisfinale zitten. Van later. Het is ongelooflijk wel. Staat er weer klaar. Een Nederlands kruisfinale. Mogen we nummer. Eens kijken wat beide heren ervan gaan maken. Wachten tot het groene licht. En we zijn vertrokken. Voor hun eigen sprintrace. Hoe dat alles weer. Ja, dat is wel wacht. 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 Ja, dat is 8-09, snelste tijd, de beste 8 voor ons. Gaan over naar de kruisfinales van vanmiddag. Een van de deelnemers op de morgen aan de slalomrace. Zij heeft daarmee de vierde prijs gepakt. De Fiesta daar links. Eens kijken wat hij alsjeblieft kan uithalen aan de linkerkant. Thank you.
Dames en heren, ik heb hier alle naast mij en heeft nog 60 loten te koop. Een van de prijzen die je kunt winnen is rijden in die bak. En dat mag sneller dan Chris. Dat mag. Minder is het. Dus ik heb hier nog 60 loodjes. Die zullen we hebben. Ik loop die kant op in de club aan. 1 euro maar in. Ja, ik mag ook 2, maar in principe 1 euro. Precies. Ik kan proberen, dames en heren. Dus laag je kans. Let voor 1 euro per stuk. De prijs is knal in die bak. Met rijinstructeur en ik probeer een deur redelijke tijd neerzet. Maar niet voldoende. Ja, eens kijken wie nog aan die tijd zal gaan komen van 7.28. Wat een bijzonder snelle kwalificatietijd is. 7.28, 7.35, 70. Vijf auto's binnen een halve seconde van elkaar. Dat zit dicht bij elkaar dus. Het worden straks hele close, spannende kwartfinales. Zoveel is duidelijk. Een duidelijke zegen mogen we zeggen. Loodsen kunt u nog kopen, hè, dames en heren, voor de trekking die we iedere uur houden. En een van de grote prijzen is dus een dag lang rijden op het circuit. In de nieuwe Focus RS is juist hier op het ook zag. Met de rijtjes worden verkochtgenoten. Blijf het doen, dames en heren. Juist hebben we nog een stukje 60 over. Maar kans dat je meer rijden hebt in de rijden.